De minister, 170.000 mensen op die wachtlijst, die hebben helemaal niets aan uw holle woorden die u nu loopt te verkondigen. Want u gaat helemaal niet protesteren tegen die plannen. En die plannen liggen wel degelijk op tafel. En u kan wel zeggen dat dat een imaginaire nota is. Die nota bestaat wel degelijk en u gaat er helemaal niet tegen protesteren. Dat is heel duidelijk, klaar en duidelijk. Het staat genoteerd. Super, u bent echt een perfect voorbeeld van een echte caviar-socialist. Ik begrijp dat jullie op voorhand jullie tussenkomst of jullie repliek opmaken en schrijven. Maar het is misschien soms toch ook wel interessant als we hier het debat voeren om te luisteren naar het antwoord. En als het gewoon de bedoeling is om hier niet op zoek te gaan naar mensen of naar antwoorden voor die mensen die effectief met heel veel problemen te kampen hebben, maar om gewoon een filmpje te kunnen maken voor uw socials, wel, ik stel voor dat u de zaal dan eens afhuurt. Nee, maar u heeft zelfs niet geluisterd naar het antwoord. U heeft zelfs niet U heeft zelfs niet geluisterd naar het antwoord. U heeft hier gewoon uw tussenkomstje willen doen om daar een filmpje van te kunnen knippen. Huur de zaal dan eens af. Huur de zaal af en doe dat dan. Allee. Ja, ik heb u net geantwoord als het gaat. Maar de minister heeft het woord. Maar het is niet dat de parlementsleden niet aflezen van het papier. En trouwens, ik kan persoonlijk getuigen dat de gsm van minister De Prater het niet aanstaat. Maar kom aan, jongens. Maar laag bij de grond. Heb je eigen tussenkomst gehoord daarnet? Laag bij de grond. Heb zelfs de moeite niet genomen om te luisteren wat we gaan doen om mensen te helpen. En dat is... Iedereen zijn micro staat af, behalve die van mij. Moest het nog niet doorhebben. Welkom in het Vlaamse. Ja. Collega. Lezen dat we voor ons hebben voorbereid. Minister. Aan mensen, beantwoord het op de vraag. Maar collega Blankaert, nu gaat u zwijgen. Nee, u hebt ze biedt nog recht op repliek.